abonneer op ons gloednieuwe kanaal. Wij plaatsen hier dagelijks nieuwe video's, top 10 video's en interessante verhalen. Klik op de link in de beschrijving. Als we denken aan onze favoriete bedrijven, denken we aan de merken die ze verkopen en de klantenservice die ze bieden. We denken niet noodzakelijk aan hoe deze merken tot stand zijn gekomen. Maar het blijkt dat de meest succesvolle bedrijven een paar geheimen hebben die hen hebben geholpen om het succes te bereiken dat we vandaag zien. De video van vandaag gaat over 10 diepe geheimen achter merken die je niet wilt weten. We kijken naar een groot computermerk, onze favoriete frisdrank en een populair fruitmerk. DuPont. DuPont is een fabrikant van het plastic materiaal Teflon in Parkersburg, West Virginia, de Verenigde Staten. Teflon werd tot 2013 geproduceerd met perfluoroctaanazuur of PFOA of C8. Studies hebben aangetoond dat blootstelling aan PFOA verband houdt met verschillende ziekten. Uitgelekte interne bedrijfsdocumenten onthulden dat DuPont al in 1961 op de hoogte was van de gevaren van PFOA. Zij wist in 1984 dat de chemische stof aanwezig was in de lokale watervoorziening en werd uitgestoten uit de fabrieksschoorstenen. Maar dit werd niet aan de werknemers bekendgemaakt of het omringende publiek. Producten vervaardigd met PFOA waren echter zo'n integraal onderdeel van de winst van DuPont, met een jaarlijkse winst van 900 miljoen euro, dat ze verkozen om PFOA te blijven gebruiken. Volgens een onderzoek uit 2004 door een industrie-risicobeoordeler ingehuurd door DuPont, heeft de fabriek tussen 1951 en 2003 meer dan 1,7 miljoen pond PFOA gedumpt en uitgestoten. Tot aan februari 2017 heeft DuPont met meer dan 3550 PFOA-rechtszaken een schikking geregeld voor 605 miljoen euro. Ze blijven echter hun schuld ontkennen. Negen, IBM. Nieuwe documenten uit Hitlers Duitsland bewijzen dat het computerbedrijf IBM de nazi's rechtstreeks heeft voorzien van technologie die werd gebruikt om miljoenen mensen naar hun dood te helpen in de concentratiekampen in Auschwitz en Treblinka. Deze claim wordt gemaakt door een controversiële Holocaust-expert Edwin Black. Zijn boek, genaamd IBM en de Holocaust, vertelt over de 12-jarige alliantie van IBM met het Derde Rijk. Het boek werd gelijktijdig gepubliceerd in 40 landen in februari 2001. En is gebaseerd op ongeveer 20.000 documenten uit archieven in 7 landen. IBM heeft nooit enige informatie in het boek ontkend. En ondanks de grote media-aandacht blijft het bedrijf zwijgen. Een aanvulling op het boek beschikt over nieuw bewijsmateriaal dat aantoont dat leidinggevende op het hoofdkantoor van IBM in New York een Poolse dochteronderneming direct bestuurde. 8. Nintendo. Nintendo bestaat al 130 jaar en is nu al zo'n 4 decennia een geliefd fabrikant van kindvriendelijke videogames. Maar er is een hele geschiedenis van voor de tijd dat ze op de markt kwamen met videogames. In de jaren 60 hield het bedrijf zich bezig met talloze andere dingen, waaronder het opzetten van een keten van love hotels. Een love hotel is hoofdzakelijk bestemd voor koppels, met name zakenmensen en sekswerkers. Het uurtarief is erg laag en de kamers hebben soms een thema. Deze hotels zijn zeer discreet en hebben weinig menselijke interactie. Sommige van de hotels hebben een systeem van pneumatische buizen om de sleutels en rekeningen te leveren in plaats van receptionisten. Je komt gewoon je ding daar doen en je vertrekt zonder dat je met iemand van het hotel in contact komt. Hoewel Nintendo deze service niet meer uitvoert, zijn love hotels nog steeds populair in veel delen van Azië, waaronder Japan. 7. Bayer. Nadat de Centers for Disease Control in Atlanta, Georgia in juli 1982 meldde dat hemofilie-patiënten ziek werden van bloedproducten, ging men dit onderzoeken. Het bleek dat een divisie van het Duitse farmaceutische bedrijf Bayer bewust bloedstollingsmiddelen besmet met HIV verkocht. Maanden nadat ze zich uit Europa en de VS hadden teruggetrokken, ging de verkoop in Azië en Latijns-Amerika gewoon door. De voorraden van het bloedstollingsmiddel factor 8 voor hemofilie werden in arme landen gedumpt bijna een jaar na de introductie van een veiliger alternatief. Tot die tijd werd factor 8, geproduceerd uit het plasma van ongeveer 10.000 donoren, niet gescreend op HIV en werd het bloedstollingsmiddel een toonaangevende moordenaar van mensen met hemofilie. De mensen ontwikkelden AIDS en stierven als gevolg van het besmette bloedstollingsmiddel. Ondanks dat het bedrijf miljoenen aan schadeclaims heeft uitbetaald sinds de ontdekking, blijft ze op het standpunt dat het altijd verantwoord, ethisch en menselijk heeft gehandeld. 6. ExxonMobil.
De rechtszaak van 2001 tegen ExxonMobil betoogt dat het bedrijf verantwoordelijk moet worden gehouden voor zijn aandeel in het schrikbewind van het Indonesische leger in Aceh, waarbij bloedbaden, incidenten van marteling, moord, verkrachting en verdwijningen zijn uitgevoerd met straffeloosheid. ExxonMobil, dat in maart 2001 zijn lucratieve aardgasactiviteiten stopte vanwege beveiligingsproblemen, betaalde Indonesische veiligheidstroepen om zijn faciliteiten te bewaken. Het bedrijf is ervan beschuldigd militairen te hebben voorzien van gebouwen die werden gebruikt voor het martelen van lokale mensen die werden verdacht van betrokkenheid bij de Free Aceh Movement, FAM. Ook zou het bedrijf voor graafmachines hebben gezorgd om massagraven te graven voor de slachtoffers van het militair geweld. In 2015 verkocht ExxonMobil zijn Aceh-activiteiten aan Pertamina. Het bedrijf zijn primaire verdediging is dat de mensenrechten schendingen die plaatsvonden niet het gevolg waren van een specifieke intentie van de organisatie en daarom kunnen ze niet aansprakelijk worden gesteld. Walmart. Walmart staat erom bekend dat ze hun prijzen laag houden. Maar wist je dat een deel daarvan komt omdat ze hun werknemers slecht betalen en zelfs uitbuiten? We hebben het niet alleen over Amerikaanse werknemers die het minimumloon krijgen, maar ook over werknemers in andere landen. Het minimumloon van een werknemer in Bangladesh is bijvoorbeeld 43 euro per maand, wat neerkomt op ongeveer 85 cent per uur voor een 40-uurige werkweek. Er is ook gezegd dat Walmart zich schuldig maakt aan kinderarbeid. Een studie van Harvard Law uit 2006 ging eigenlijk met een aantal van deze kinderen praten en ontdekte dat ze 7 dagen per week werkten voor slechts 60 cent per uur. De Asia Floor Wage Alliance, een internationale coalitie van vakbonden en mensenrechtenorganisaties, zegt dat ze voortdurende schendingen van rechten identificeert tegen Walmart supply chain werknemers in Bangladesh, Cambodja, India en Indonesië. Via Coca-Cola. In de stad Placimada in de staat Kerala begonnen de waterputten van de burgers op te drogen kort nadat een Coca-Cola-fabriek zich daar had gevestigd. Na 4 jaar protesteren werd de fabriek met succes afgesloten. In 2003 werden pesticiden ontdekt in het Indiase cola-merk, wat een oproer veroorzaakte bij de bevolking. Michael Blanding schreef het boek genaamd The Coke Machine, The Dirty Truth Behind the World's Favorite Soft Drink. Hierin bespreekt hij 3 case studies waarin Coca-Cola-fabrieken worden beschuldigd van het overvloedig gebruik van water uit bronnen van de lokale gemeenschap en het infecteren van hun overgebleven reserves met illegale hoeveelheden van pesticiden en metalen. Andere pogingen om de wateroorlog tegen Coca-Cola in India te bestrijden zijn tot nu toe minder succesvol geweest. Desondanks blijft Coca-Cola een favoriete drank in India. Dat is jammer genoeg de realiteit. Nestlé. Nestlé kennen we allemaal van heerlijke chocola en verschillende melk- en cacaoproducten. Maar wist je dat dit bedrijf in de jaren 70 ervan werd beschuldigd dat ze moeders uit derde wereldlanden verslaafd maakten aan het gebruiken van babymelk? Welke trouwens ongezond en veel duurder is dan borstvoeding. De beschuldigingen gingen zo ver dat het bedrijf werd gehoord door de Senaat en de WHO. Hierna volgden er beperkende marketingregels. En toch is de babymelkindustrie goed voor 10,4 miljard en het blijft groeien. Sociale rechtengroepen hadden de sluwe marketingpraktijken van het bedrijf aan het licht gebracht. De groepen waren van mening dat Nestlé hun babymelk deed overkomen als een onmisbare voeding om een baby op te voeden. Door babymelk op een sluwe manier als een gezonder alternatief te promoten, creëerde Nestlé een noodzaak die moeders van derde wereldlanden niet hadden. Vanwege armoede gingen moeders in derde wereldlanden de babymelk verdunnen met water, waardoor veel baby's als gevolg hiervan ondervoed werden en stierven. Chiquita. Chiquita Brands International, voorheen de United Fruit Company, is een Amerikaans bedrijf dat handelt in tropisch fruit, voornamelijk bananen. Die zijn geteeld op Latijns-Amerikaanse plantages en worden verkocht in de Verenigde Staten en Europa. Opgericht in 1899 had het bedrijf een diepe en langdurige impact op de economische en politieke ontwikkeling van verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Tegen het einde van 1928 namen bananenplukkers in Colombia de beslissing om in staking te gaan uit protest tegen slechte lonen en arbeidsomstandigheden. Deze staking bedreigde de belangen van het Amerikaanse fruitbedrijf United, dat de Amerikaanse regering lobbyde om troepen naar Colombia te sturen om de staking te onderdrukken. Om te voorkomen dat Amerikaanse troepen het Colombiaanse grondgebied zouden betreden, heeft de Colombiaanse regering de staking zelf onderdrukt. Op 6 december werd het leger gestuurd naar de stad Ciénaga, de woonplaats van de stakers. Onderdrukking was meedogenloos en gewelddadig en was verantwoordelijk voor de dood van tientallen stakers en hun gezinnen. Het werd bekend als de Banana Massacre.
1. Monsanto. Waar begin je met een bedrijf als Monsanto? Het is alom bekend dat Monsanto een agrochemische kolos is die elk jaar miljarden omzet genereert met enorme invloed op economisch en politiek vlak. Het bedrijf staat bekend om het produceren van GMO-gewassen. Maar deze techniek is half niet zo spraakmakend, want het kan ook voor het goede gebruikt worden. Wat je niet wist van Monsanto is dat ze de producent zijn van Agent Orange, dat werd gebruikt door het Amerikaanse leger in de Vietnamese oorlog. De chemische stof werd middels vliegtuigen over gewassen gestrooid en was ontwikkeld om gewassen te ontbladeren of te verbranden. Maar de stof verbrandde meer dan alleen gewassen. Miljoenen Vietnamezen werden eraan blootgesteld en ook verbrand. Monsanto heeft ook het monopolie op zaden die zelf een pesticide maken en niet vermenigvuldigd kunnen worden, waardoor boeren gedwongen zijn om uitsluitend hun zaden bij Monsanto te kopen. Het bedrijf wordt beschermd door de Amerikaanse regering, wat is vastgelegd in de Monsanto Protection Act. Hierin staat dat ze worden vrijgesproken van enige aansprakelijkheid van schade aan mens en milieu als gevolg van hun activiteiten. Om de dingen erger te maken, werd Monsanto in 2016 aan het eerder genoemde Duitse bedrijf Bayer. Dat was de video met 10 diepe geheimen achter merken die je niet wilt weten. Kende jij deze 10 diepe geheimen al? Zou je deze merken nog blijven gebruiken? Laat het ons weten in de comments. Dankzij jouw support kunnen we steeds weer van dit soort leuke video's blijven maken. Vergeet daarom niet om de video een like te geven en share hem ook als het kan. Abonneer vandaag nog op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan en klik op het belletje om als eerste een melding te ontvangen zodra wij weer een gloednieuwe video hebben geüpload op ons kanaal.